Kijkers van de Game Party en dus een video op mijn kanaal. En vandaag zitten we hier in het theater Game Play. En ik speel op dit moment met de VMP. En ook heb ik nou staan Long Barrel, Vast Max, Extended Max en Grip. Als ik weer bijna dood en dan hier was ik dood. Maar dan heb ik op dit moment de sniper. Hier ben ik een beetje mee bezig. Ik heb onlangs ook een overkill clash met de VMP en de sniper gemaakt. Wat ik nu ook heb, maar dan minder punten. Minder attachments. Dat is niet kan. Ik ben namelijk bezig om deze beetje goat te krijgen. Dus mijn doel. Om deze ook nog eventjes gewoon goat te krijgen. En dan hoef ik alleen nog maar de big 6 af te maken met de long shots en de dragon af te maken. En dan heb ik die Sniper's Diamond. Ik ben een beetje uitgezeten. Wist dat daar één die zat. Maar die is mijn teammate gekild. Hier had ik hem zo mooi. Hier zat ik zelf te wachten. Ik heb een keer. Want mijn teammate zat daarna. Hier wist ik dat er nog wel een zat. En ik zag de voeten dat ik daarnet nog een teammate heeft aan mijn kant. En ze zaten hier de springkleed hier achter zitten. Hoppa, daar heb ik hem. Die sniper zit er nog steeds. Maar mijn teammate heeft zijn. Ik wist dat hij hier zat. Ik wou hem killen, maar dat was niet geval. Deze kloot is wel even snel te snel. Hier wist ik dat hij daar kwam en ik had hem hier. Heel mooi. 100 punten. Voor mijn sentry, die heb ik nu en nog 50. Voor mijn Cerberus. Maar ik schiet dat ik mis. Ik had het maar een sentry die op kan pakken. Dat ze daar nog steeds staat. Hier word ik dan helaas uitgeschakeld. Dus ik heb mijn Cerberus niet kunnen halen. En mijn harden sentry is nu ook alweer down. En op dit moment heb ik alleen de sniper. Teammate heeft wel zijn streaks kunnen halen. Nu pak ik de WMP weer op. Ik weer een overkill clash. Hoe die weer zoals dat weet ik ook niet. Die ook niet. En blijkbaar waren mijn schoten en zijn schoten allemaal mis. Doordat ik hem niet uitschakel met de VMP. En besluit ik om de locust te gaan pakken. VMP is ook bijna out of bullets. Maar hier heb ik een locus met terminal. Maar was het einde van de eerste helft. Wij staan 9-2 in capture 2. Die vent met de sniper vind ik het wel goed gaan. Maar het kan altijd beter. En ik zit een beetje afwachtend te spelen. Dat ook. Maar nu starten we met de VM. En heb ik dus de sniper niet. Maar wat ik ook al zei, ik heb ook een overkill clash gemaakt met de VMP en de SVG, oftewel SVG, sniper rifle. Hoe hij daar dood is, weet ik niet. Maar hij is nu wel nieuw.
Is nu in ieder geval wel dood. Eerst dat hij daar zat. Maar mijn teammate pakt hem op. Zelf had ik hem niet op kunnen pakken. Dus dat ze daar zaten. Sniper versus VMP, wie zou er winnen? Hier een cheeky capture kill maken. Ik heb mijn UAV. Hem heb ik gelukkig. Locus even opgepakt. Hij dacht ik krijg een hit maken. Maar ik heb die in heb ik gelukkig nog wel kunnen oppakken. Ik was hier op tijd voor B. Die zag ik er eentje, maar die was ook gekild. En ik wist dat ze hier zaten. Maar dan word ik met de Ripper gepakt. Zo, jammer. En op dit moment staan wij 4 in ons team. 14 om 4. En die zat ik erin op de minimap. Dus nou, ik ga hem opwachten. Hij ziet me niet. Dus ik bravo. Niet zolang ik erbij ben. Weer VMP versus sniper. Hij kreeg helaas een hitmarker op mij. Ik pak de sniper weer lekker op. Ik heb helaas geen Vestmax. Dat is wel jammer. Ik had zelf Vestmax opgezet. Hoe ik daar werd gesnipt, dat wist ik echt niet. Maar het is zo. En ik had hem daar niet gezien. Ja. Dus dan wist ik automatisch dat hij hier zou komen. Dus dat was een easy kill. Dus zit hier niet bij A. Mensen, dat dacht ik. Maar dan kom ik hier in spawn met teammate A. Dus is er niet. Bij Ah. En wel alle vlaggen, dus dat gaat lekker snel. Ik heb hier de locus opgepakt. Ik zie alles mis boven die. En dan zat er nog eentje. Alleen waar die heen is, weet ik niet. Hij is gekild uiteindelijk. Uiteindelijk was hij overgekild. Zoals jullie kunnen zien. Die pak ik mijn Purifier erbij. En ja, dat was slachtoffer nummer 1. Slachtoffer nummer 2. En dan zitten ze hier niet. Nou, hier slachtoffer nummer 3. Ik heb mijn UAV had ik binnen. Mijn andere twee streaks nou. En ik dacht ik ga hem gewoon achterna. En toen is er weer een dingetje erbij. En dat was het geval. Hier was helaas oud. Helaas met Purifier leeg. Maar ze zitten daar wel allemaal. En dat was het einde van het potje. Ging uiteindelijk 22 om 5. 3 captures om 6 events. Een lekker potje uiteindelijk wel. Maar ik hoop dat je van de video hebt genoten. Vergeet natuurlijk niet om op het blauwe duimpje omhoog te klikken. Laat natuurlijk ook een reactie achter. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Ciao.